Ja, dat zijn de feiten natuurlijk. Ik bedoel, de tweede helft heb je genoeg kansen. Is zelf natuurlijk ook om uit te lopen. En wat laten we na? En, nou ja, dan zie je dat je in de eerste staat. Om eerlijk te zijn wist ik het zelf ook niet dat we nog één doelpunt nodig hadden om eerst te staan. Alleen als PSV zijn, dan moet je denk ik wel uitlopen. Tweede helft zeker. Na 8 minuten ligt de bal er al in. Doelpunt voor jou. Mooie assist van Marco Verginkel. Is dat voor een spits dan toch een beetje een opluchting? De eerste goal. Ik weet dat ik kan scoren natuurlijk. Ik was gewoon wachten op een moment. En vandaag was die moment. En ik had wel meer moeten scoren vandaag. Na het échec in Osijek. Dat in ieder geval de competitiestart weer dusdanig is. Dat de crisissfeer weer even verdreven is. Ja, ik bedoel, het is nog steeds zuur dat we uit de Europa League liggen. Alleen als je zo komt iets begint, dus, voelt het wel fijn natuurlijk. Alleen na de interlandperiode krijgen we een moeilijk speelschema. Ja, hoe is het met jou? Je hebt ontzettend veel kritiek over je heen gekregen. Naar aanleiding van je uitlatingen naar Osijek. Onder andere voor deze microfoon, voor de microfoon van Fox. Ik snap dat het allemaal een beetje anders bedoelde, maar hoe heb je dat ervaren? Dat je ineens het mikpunt was van kritiek, van spot? Hoort erbij. Ik bedoel, ik ben eerlijk geweest en dat er kritiek over me komt, ja, weet je, maar helemaal niet uit. Ik voetbal, ik score vandaag en daar gaat het om. Ja. En er worden grappen gemaakt als kun je opladen voor Roda JC en dan haal je daar je schouder over op. Nee, ja, ik bedoel, ik heb het niet eens meegekregen, dus weet je, laat ze maar praten wat ze willen. Ik heb een doelpunt gemaakt en ik sta op het veld en hun niet. Nou, kijk naar de ranglijst. Dan zie ik 1 Feyenoord, 2 PSV. Allebei de volle buit. Kan ik daar al iets uit afleiden? Ja, op zich scoren we makkelijk. En Feyenoord ook natuurlijk, na vandaag. En het worden een mooie weken na de interlandperiode. Dan krijgen we Feyenoord ook thuis. Dus daar zal het begin worden gemaakt, denk ik, van wie wat gaat uitmaken.